Jongens, het is echt tette warm op de kamer. Het is momenteel 32 graden gevoelstemperatuur en ook buiten is het niet veel beter. Natuurlijk is het wel over één dag de WK-mode tijd op FIFA 18. De gratis update komt dus morgen online. Wat betekent dat we ons op een manier voor moeten bereiden op deze leuke tijden vol met avontuur. Ik heb daarom dus, omdat het land waarin het WK gespeeld gaat worden Rusland is, een Rusland geteamd teampje gemaakt. Vooral in de voorhoede. Eigenlijk zijn alleen de spitsen Russisch. Dit is namelijk naar mijn idee de beste aanvalshoede voor onder de 100k qua Team of the Seasons. Dit is een beetje moeilijk om mee te linken. Je moet daarmee dus deze twee spelers samenzetten. En dan één speler hebben die nog linkt. Je kan bijvoorbeeld Fernando gebruiken. Dat is ook een Team of the Season. Maar ik had daar net de coins niet voor om hem aan te schaffen. Dan hebben we dus Smolov. Deze man kost slechts 45k. Wat eigenlijk helemaal niet zo duur is. Voor iemand met 93 snelheid, 93 shooting, 90 dribbling en 82 physical. Met hoog normaal work rate, 1,87 meter lang. En ook nog eens gewoon 4 sterren weak foot. 96 afmaken en 97 positioning in de aanval met 84 kracht. Betekent dat hij dodelijk is voor het doel. En hij doet me een beetje denken aan Icon van Basten. Qua hoe hij in elkaar zit. Behalve dat hij een stuk sneller is dan van Basten. En daarmee dus best wel prima oogt. Hij heeft ook nog de visie om goede passes te geven. En dat is ook voor spits heel belangrijk. En de andere spits is dan Kokorin. Ook soortgelijke speler. Iets minder lang. 1,81 meter. Ook hoog normaal work rate. Met 93 snelheid. 91 dribbling en 89 shooting. Bij hem hetzelfde soort verhaal. Als je er Havik op zet, krijgt hij gewoon 99 positionering en 96 afmaken. 99 schotkracht. En het is ook prima kracht, koppen en dribbling. Allebei hoge zelfbeheersing. Wat dus goed genoeg is om mee te fungeren voor het spelen van de Daily Knockout. Verder ook een paar nieuwe namen. Ik heb de Prime Blanc gehaald. Deze man kostte mij uiteindelijk maar 150k. Omdat ik veel kaarten op mijn club had die ik kon gebruiken om hem goedkoper te maken. En voor 150k vond ik dit een prima kaart die de investering wel waard was. En ik heb ook Team of the Season Jordi Alba gekocht voor 150k. Omdat hij heel goed is. En ik vond zijn gewone kaart de beste linksback in de game. En deze Team of the Season is letterlijk niet te stoppen. We gaan dus dit keer Quagliarella vrij spelen. We kunnen later in de week ook nog Marcelo vrij spelen. Natuurlijk de oud PSV'er. Die ook nu weer een Team of the Season heeft. Alleen dit keer in de League speelt. We gaan dus kijken of we Quagliarella vrij kunnen spelen met deze twee Russen. Om ons dus goed voor te bereiden op het WK 2018. We gaan eens naar de eerste tegenstander en dan zie ik jullie dadelijk. Mijn eerste tegenstander heeft Team of the Season Timo Werner. Een heel erg goede kaart die letterlijk alles 99 heet zowat. Ook Sané gevaarlijke kaart, maar de rest valt toch wel mee. Dit moet gewoon prima te doen zijn. We gaan 4-2-3-1 spelen. Smolov gaat in de spits. Hernandez rechter aanvallend mid. Del Piero dan center attacking mid. En Kokorin gaat linker aanvallend mid. Terwijl die eigenlijk niet zo heel erg goede week voet heeft. Dus we gaan kijken hoe dat dadelijk op papier gaat werken. En anders gaan we hem gewoon op aanvallend mid zetten. En dan gaan we Del Piero uiteindelijk wisselen voor iemand anders. Zoals bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo. We gaan kijken hoe dit gaat lukken. Met het zonnige weer moet dit in principe geen probleem zijn. Ik ben wel benieuwd naar Smolov. Misschien wel iets meer dan naar Kokorin. Omdat het dus een geweldige kaart is. En binnenkort komt ook nog eens Promes Team op de season. Die heeft nog betere stats dan allebei Kokorin en Smolov. Dus als je die allemaal samen in een team hebt, dan heb je echt een niet te stoppen Russische aanvalshoede. Terwijl hier al de eerste kans komt. Dus ik ga ook sowieso de Promes gebruiken. Maar eerst eventjes deze twee smaakmakers maar eens proberen. Oké, Del Piero, komt hij maar. Paasje naar Kokorin. Daar staat hij lekker vrij. Smolov kan de paas geven op Hernandez. En dan komt hij de strakke bal op Kokorin. En die moet er alleen maar in lopen. En het lukt hem niet. Hernandez, komt hij maar naar Del Piero. En die moet hier finessen. En die zijn vrijwel niet te stoppen. Tenzij je op de lat schiet. Dan wordt het wel makkelijk om te stoppen. Maar Smolov in 25.000ste instantie gaat hij er nog niet in. Kom op. Dat doelpunt moet ook binnenkort wel eens vallen. Oké, Smolov. En nu dan dat paasje op Kokorin. Hij heeft wel maar 3 sterren weak foot. En daarmee wordt hij gestopt. Alleen komt het ook hier in de herkansing. Gaat het weer mis. Zijn verdediging stopt letterlijk alles. Maar hier gaat dan toch eindelijk dat eerste doelpunt erin. Via een finesse shot van Kokorin. Het mocht even duren. Maar het doelpunt valt dan hier toch uiteindelijk. Daar is een klein gaatje. Del Piero vindt hem min of meer bij Smolov. En dan nu paasje naar Del Piero. Terug naar Smolov. En dit moet een simpele 1-op-1 zijn. En ze hebben dus allebei de Russen eventjes een doelpuntje meegeprikt. Mijn Russisch is niet zo heel sterk. Ik ken verder alleen maar Sukabliet en Privet. En daarmee gaan we toch eventjes zeggen Privet tegenstander. En die gaat dan denk ik nu ook weg. En hij heeft inderdaad de verbinding verbroken. Dus wij kunnen lekker uitzwaaien als het eerste tegenstander. En door naar tegenstander nummer 2. Tegenstander nummer 2 heeft dan een aantal icons. Lev Yashin, Mateus, Del Piero, ook Sterling en Doucouré. Maar dit moet wel een team zijn wat te verslaan is. En we gaan kijken wat het gaat worden. Kokorin door naar Smolov, die kan hij meteen doorrennen. Hij is snel, hij is groot en hij is niet in staat om Lev Yashin te kloppen. Hij staat daar met zijn petje en stopt dat door de eerste instantie van Smolov. Hier de tweede kans.
En Kokorin schiet hem ook niet raak. Oké, daar komt hij dan. Strakke bal op Smolov. En die moet hier met zijn lengte deze man van de bal weten te houden. Dat lukt hem ook. En nu afmaken. Ja hoor, Lev Yashin is geklopt. En hier zien we dan het voordeel van iemand hebben die groot is en sterk. Hij houdt gewoon de centerback van zich af alsof het niks is. En hij maakt hier toch weer het doelpuntje. Onze Fedor Smolov. Even Ibra stoppen. Dat is natuurlijk niet de gezelligste tegenstander. Fabinho, wat doe je nou? Pas op, Fernandinho. Nee, Ibrahimovic. En dan is dat het doelpunt dat het verdediging helemaal misgaat. Ja, simpel. Kijk, Kokorin, geef hem maar eens 1-2'tje met Smolov. En nu dan, hoppa, Kokorin, hou hem van de bal af. Doet hij het weer. En nu, een 1-2 die niet afgemaakt wordt. Want Yashin staat daar weer heerlijk te koppen. Fabinho hier dan. En dat is nog steeds geen doelpunt. Smolov nu naar Kokorin. Ja, we hebben de bal nog. En nu weak foot afronden. Nee, ook niet. Yashin stopt letterlijk alles. Op zich, qua verhoudingen zou je toch wel zeggen dat ik de betere van het spel heb. Maar het schiet nog niet helemaal op. Dus we gaan even Del Piero, die daar niet helemaal op zijn normale plek staat, vervangen met Ronaldo. Ja, dan moet het in principe wel lukken. Dus we gaan door naar het tweede deel. Smolov is snel genoeg om hier in principe iedereen eruit te rennen. En dat laat hij hier ook heel goed zien. Het is nu alleen nog tegen Aurier. En dan kunnen we hem geven aan Ronaldo. En dit moet dan toch het doelpunt zijn. Ja, alleen Yashin is uitgespeeld. Hij had in principe iedereen wel afgemaakt. Maar hier staat dan toch Ronaldo. En het kostte me echt al heel veel kans. Want Yashin die kipt de wedstrijd van zijn leven. Je ziet het hier ook aan de reddingenstat. Yashin met 11 reddingen. Holy shit. Het uithoudingsvermogen van de spitsen valt wel nog mee. We zijn nu in de 80ste minuut en Smolov en Kokorin zijn allebei al best wel moe. Hernandez eigenlijk ook. Ze hebben alleen Ronaldo die nog een beetje kan rennen. Want voor de rest hebben we geen wissels. Nou, op de laatste valreep toch nog met 2-1 de wedstrijd gewonnen. Het was niet geheel onverdiend. Smolov dan de man van de wedstrijd met een doelpunt. Ook Ronaldo met een doelpunt. Maar we hadden dit eigenlijk wel met iets meer moeten winnen. Want we hebben 17 schoten tegen 5. Maar ja, de afronding was een beetje afwezig. En Yashin was zeer aanwezig. Dus door naar ronde nummer 3, de halve finale. Wat hopelijk wat voortvarender gaat. Halve finale. En mijn tegenstander laat er zeer zeker geen gras over groeien. Het is een flinke blauwe lucht qua team. Maar ga maar eens kijken wat hij kan doen. Nou, Hernandez, komt u maar. Niet die bal voorgeven alsjeblieft. Want dan schiet Promes hem erin en dat Balken niet kan koppen blijkbaar. Maar Smolov kan hier meteen terugkomen, want Rijkaard die verdedigt hier eigenlijk niet. En dan komt hij hier meteen vanaf de aftrap. En mijn tegenstander is niet te verdedigen. En Smolov maakt daar zeer dankbaar gebruik van. En ook weer een doelpunt van hem. Blanky, mijn nieuwe aanwinst. Door naar Kokorin. En die moet het hier eventjes laten zien. Door een balletje erin te schieten. Op dezelfde manier als net. Van net vanaf de linkerkant. Een finesse shot voorbij de keeper. En hier is hij helemaal kansloos. Ook weer een dobbel van hem die nu een iets betere pot speelt. De daily knockout is op de maandag en altijd veel moeilijker dan op de woensdag. Dus als je zelf nou heel veel moeite hebt om de daily knockout vrij te spelen, doe het op een woensdag of een donderdag. Want dan zijn namelijk bijna alle spelers die hem al echt heel graag willen lokken, zijn nou klaar. Dus dan zijn nog de iets makkelijkere tegenstanders over. En dan is denk ik de kans dat je wint ook al wat groter. Maar voor nu hebben we toch aardig wat moeite met deze tegenstander. En hopen dat dadelijk het doelpuntje weer valt. We gaan even kijken of het werkt. Ik heb deze vrije traptechniek een keer van iemand geleerd. Dan moet Jordi Alba er alleen in kunnen schieten. Want nu gaan we dus rennen. We gaan de bal meteen op links geven. En die moet hier de bal er meteen in peren. En dat lukt dan. De 1-3 op deze vrije trapmanier. Wil je leren hoe je die moet doen? Laat me weten in de comments. Ik heb hem weer van iemand anders geleerd. Maar ik kan hem hopelijk goed uitleggen. En hoe jullie het ook moeten doen. Geweldige vrije trap. Bijna niemand kan er tegen verdedigen. En je kan hierdoor met die moeilijke GTST-wedstrijden toch een flink verschil maken. Smolov de 1-2 en gaan met Lozano. Dan komt hij uit bij Ronaldo. Die kan de paas geven aan Lozano. En dit is hoe voetbal moet zijn. Paasjes, geen zelfzucht. En natuurlijk een racekut van de tegenstander. Waardoor we dus hier met man van de wedstrijd Jordi Alba de halve finale ook weer gewonnen hebben. Door de finale, hopelijk gaat hij ook zo goed. En dan zou het toch wel weer een mooie kerst op de taart zijn. Hopen dat mijn laatste tegenstander niet een al te goed team heeft. Hij heeft Thierry Henry, Firmino, Dele Alli. Hij heeft wel een zeer prima team. Dus dit wordt een moeilijke wedstrijd. Die moeten we vol gaan focussen en hopen dat we deze kunnen winnen. Oké, Smolov, nu krijgt hij een kans. Finesse shot en deze moet erin. Ja hoor, de keeper is kansloos. En dit is waar de grote onderscheiden worden van de slechtere. En Smolov is in iedere wedstrijd trefzeker geweest. En ook hier een belangrijke finesse shot. Die misschien wel de baanbrekende goal kan zijn in deze wedstrijd. Ik ben wel voor het eerst echt heel tevreden over mijn verdedigen. Ik incasseer eigenlijk vrijwel geen doelpunten. En terwijl Kokorin hier de 2-0 scoort wat cruciaal is, incasseer ik bijna geen doelpunt. Waardoor ik dus maar weinig kansen nodig heb. En dit is dan weer allebei de Russen die allebei een doelpunt meeprikken. Oké, opblijven letten de verdediging. En dan niet hier een steek laten vallen. En hij wisselt onnodig van speler, wat ik niet zo heel fijn vind. Daardoor zijn we nu 1-2 en moeten nog op gaan passen. Zo was het toch op het laatste best spannend. Het was een flinke kwalificatieronde, maar het is ons toch gelukt met minimale tegendoelpunten. We hebben dus Quagliarella vrijgespeeld.
Op zich met 32 shooting een gevaar voor iedere verdediging. Ook 1500 coins en toegang tot de Weekend League. Normaal workrate en 2 sterren skill moves. Niet echt het allerbeste wat je zo kan krijgen. Wel 4 sterren weak foot. En daarnaast ook nog 96 schotkracht en 92 kracht. Met 99 nauwkeurigheid met de kopbal. Op zich toch op een bepaalde manier wel een goede kaart. Ik zal hem waarschijnlijk nooit gebruiken. Want zijn pace is wat aan de lage kant op dit stadium van FIFA. Maar het is wel leuk om toe te voegen aan het team. En ik kan hem altijd nog gebruiken voor een Team of the Season SBC. Een Team of the Season SBC zoals deze. We hebben er eigenlijk niet zo heel veel voor uit hoeven geven. En we kunnen de Squagliarella hier meteen inleveren. Zullen we dus er een andere Calcio A Team of the Season voor terugkrijgen. En dan kunnen we dus nu in de ruil daarvoor een Calcio A Team of the Season speler krijgen. Die ballen zou lekker zijn. Hopelijk is het dus een goede. Laat het alsjeblieft een lekkere vlag zijn. Argentijns zou toch wel heel erg smakelijk zijn. Wat wordt het dan? De Slovaakse vlag. En dat betekent dus dat we dan Handanovic krijgen, 35 algemeen. Ik weet niet eens of ik wel goed zeg met Slowakije. Waarschijnlijk zeg ik het compleet fout, omdat ik daarmee even mijn topografie door de war haal. Het was inderdaad Slovenië, niet Slowakije. Dat zeg ik dus weer heel erg slordig. Maar goed, het is wel een 95 algemeen doelman, wat toch wel lekker is. Ik ga hem denk ik nooit gebruiken. Ook al is Handanovic een prima doelman. Maar ja, het is wel zonde dat het een doelman is. We gaan hem toevoegen aan de club. 35 algemeen. En hebben daarmee dus de Calcio A Team of the Season voltooid. En hebben dus ook deze Daily Knockout succesvol afgesloten. Met een prima Team of the Season speler. Nu moet ik ook zeggen dat Smolov en Kokorin prima spitsen zijn. Ik heb wel een voorkeur van Smolov boven de andere Kokorin. 4 doelpunten, 2 assists. En Kokorin 3 doelpunten, 3 assists. Het ding is van Smolov, hij is groot, hij is sterk en hij kan alsnog heel erg goed dribbelen. Hij doet me heel erg denken aan Aiken van Basten. Dus als je Van Basten echt goed vindt, dan ga je Smolov ook heel erg goed vinden spelen. Kokorin, zijn grootste probleem zijn 3 sterren skills en weak foot. Hij is op zich best wel wendbaar en hij is wel sterk, maar minder sterk dan dat Smolov is. Hij kan prima afmaken en hij is wel heel erg snel, maar het is een ander speler dan Smolov. Ik geef hem denk ik een 8,5 en Smolov een 9 uit 10. Ik wil je graag bedanken voor het kijken. Hopelijk vond deze video ook leuk om naar te kijken. Laat me dat weten met een like en ook te abonneren als je het niet gedaan hebt. En dan begint morgen natuurlijk de WK-mode. Ik zie jullie daar dan. Tot die video. Later mensen.